haar zit echt niet vandaag. Helemaal, mijn naam is Gamee, ik ben 19 jaar en welkom op mijn YouTube kanaal. Ik heb voor jullie een video gemaakt hoe een dag in mijn leven hier in Beijing eruit ziet. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Als je het leuk vindt, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Nou, goedemorgen allemaal. Ik heb geen raam in mijn kamer, dus het is altijd donker als ik wakker word. En na ongeveer 100 keer snoezen kom ik dan ook eindelijk een keer mijn bed uit. Want ik moet om 7 uur beginnen. Dus ja, dan moet ik eruit. Dan doe ik mijn lampen aan. En dan ga ik me klaarmaken, aankleden, make-up, dat soort dingen. Ik eet even snel wat. En ik doe de laatste check voordat ik echt aan het werk moet gaan. Ik werk bij de receptie, dus dan moet ik er wel netjes uitzien. Nou, en dan een tijdje rond 10:00 is tijd voor lunch. En dan loop ik naar de kantine. Dan pak ik mijn eten. Dan na een half uur moet ik nog eventjes aan het werk. Tot 3:30. En daarna, ja. Nou, dan moet ik om 3:30 moet ik uitklokken. En dan ga ik naar de sportschool toe. En dan doe ik fietsen. Want fietsen is heel chill in Beijing, want het is heel erg mooi. En het weer is altijd lekker. Nou, dan ben ik bij de sportschool. Ik sport bij Wheels Gym. En hier doe ik dan mijn oefeningen. Ik doe niet alleen squats, maar dit was het makkelijkst om eventjes te filmen. Ja, daarna ga ik weer terug. Dan zien jullie een klein stukje van Beijing waar ik eigenlijk elke keer dag eigenlijk gewoon fiets. En het is hier echt super mooi. En echt heel vet om te zien altijd. Dan is dit een beetje het gedeelte van het hotel. Het gele gedeelte, dat is het hotel waar ik werk en woon. Ja, nou, dan zijn we alweer bij het hotel. En ja, daar loop ik altijd naar binnen. En eigenlijk gelijk nadat ik naar binnen loop, ga ik meestal al gelijk eten, want dan is het al avond. En dan eet ik meestal kip, tomaatjes en rijst of iets in die richting. Ik hou heel erg van kip. Dan s'avonds ga ik meestal nog iets van boodschappen doen of ik haal nog even wat te eten. Dat is elke dag anders eigenlijk. En daarna ga ik eigenlijk in bed liggen en ga ik met familie facetimen of ik ben bezig met andere dingen, school, wat dan ook. Dan was dit eigenlijk wat ik een beetje op een dag doe. Meestal probeer ik om 11:00 te slapen, lukt niet altijd. En dan moet ik de volgende dag weer vroeg op. Of ik heb een late dienst, dat verschilt nog wel eens per dag. Nou, ik hoop dat jullie de video in ieder geval leuk vonden. En tot de volgende keer.